Yo, what up gasten, welkom bij een nieuwe dinsdagtip. Vandaag bespreek ik iets speciaals, namelijk een heel basketbalparcours op jouw desktop voor 5 euro of zo, 10 euro, dit kan je overal halen. Iedereen heeft het vast al wel een keer gehad in zijn fucking leven. Maar toch, ik vond hem zo cool, ik dacht ik ga hem kopen. Wij gaan vandaag dus dit basketbalparcours bespreken na de intro. Oh, hier op de achterkant staat zelfs how to play. Kan iemand zo achterlijk zijn dat je dit niet in elkaar kan zetten? Je ziet hier duidelijk het net, het bord, dat moet daarop. Waarom leg je het überhaupt nog uit? How to play. Clip the basket to the backboard. Fuck off. Achterlijke dorkets. Are you got to be fucking kidding me. Terry kut zeg. Oh mijn god. Ik ben ook echt een flatrol. Ik ben echt een flatrol. Oh mijn, waarom doe ik dit? Zonder dat het parcours in elkaar stond. Iets zijn we het eerste balletje kwijt. We hebben er nu nog één over. Dus ik leg dat balletje echt. Fuck! Oh. Tweede balletje is terug. We beginnen met de basket in elkaar zetten. Kik. Oh man. Ik moet denk ik hier zo. Ja, dat is het tweede gedeelte. Dan hebben we het net. Oh, mooi netje erbij. Dat past nog maar net. Met het net. Humor. Humor mensen. Humor. Ziet er nog best wel leuk uit. Kijk dan. Dit ziet er wel cool uit. Ik vind het serieus wel aardiger uitzien. Het voelt wel stevig aan. Ik heb niet het gevoel dat het makkelijk kapot kan. Toch even testen. Nee, hij gaat niet makkelijk kapot. Dit wordt mijn eerste poging. Oh. Oeh. Iedereen. Oké. Wacht even. De camera iets verder naar achter. Oké. Iedereen. Ready. 3. 2. 1. Kutzooi. Nou, dat was echt een hele droevige. Nou, dat was ook een pittig droevige. Ja! Ja! Woehoe! Kutzooi. Oh! Shit, dat was het netje. Oké, het is niet heel stevig allemaal, maar het kan. Ja! Nice! Hup, allebei de balletjes mee. That's what she said. Oh, die was kut. Het zijn wel een beetje kleine teringballetjes. That's what she said. Oh, echt, we gaan geen video maken over balletjes. Zagen jullie dat? Die zien we nooit meer. Terug. Oh, die was bijna ook alweer weg. Het coole is wel, je krijgt zeg maar twee. Je krijgt er twee. Mikken en... Oh, dat was die. Wat was dat? Verrader. Jij vuile verrader die je bent. Opnieuw. En je doet mee. Dat moeten die balletjes doen. Alsjeblieft, Bardo, hou op over de balletjes. Ze zijn allebei kwijt. Althans, één. Die andere heb ik hier nu al. Wacht, kan ik hem ook voorgeven? Dan ga ik proberen hem daarin te... Via deze erin te krijgen. Oké. Oké, dat gaat heel moeilijk. Van dichtbij gaat hij dan erin. Wow! What the fuck was dat? Wow. Nou, dat is een nadeel aan het spel. Ik ben nu alle balletjes kwijt. Yeah. Maar even serieus, ondanks dat ik alle balletjes kwijt ben, vind ik dit serieus een hele vette dinsdagtip. Hiermee kan ik me uren vermaken als ik me verveel. Helemaal voor elke creatieveling die iets te doen wil hebben terwijl die aan het nadenken is, is dit perfect. Ik vind het geweldig. Ik ga die balletjes zo zoeken en ik ga waarschijnlijk nog wel verder. Alleen ik kan me indenken dat het voor jullie niet leuk is om mij te zien spelen met mijn ballen. De ballen. Ik ben bij mijn ballen. Jij snapt wat ik bedoel. In ieder geval mensen, ik hoop heel erg dat je hebt genoten van deze dinsdagtip. Ik wel, want ik heb godverdomme een basketbalparcours op mijn bureau. Ik hoop dat jij het net zo leuk hebt gevonden als wat ik het vond, want ik vermaak me kapot. Ik vind het echt een leuke dinsdagtip. Hij gaat niet kapot, maar hij gaat wel de hele tijd kwijt. Dat is het nadeel. Je bent altijd je balletjes kwijt. De balletjes, oh man. Bedankt voor het kijken naar deze dinsdagtip van het basketbalparcours op jouw bureau. Geef vooral een groen duimpje, abonneer hier beneden en ik check jullie... Later. Bye.